Wat een bijzonder moment was dat afgelopen week. Toen ik het zag, kon ik haast mijn ogen niet geloven. Ik bedoel, we weten eh, zeker nu de rente natuurlijk al langer hoog is. De druk op de banken toeneemt, een aantal banken feite hebben zien gaan. En nu ook zie je dat de druk wereldwijd op banken toeneemt. Zeker nu nog eh, ja, potentieel nog een renteverhoging eraan zit te komen. Behoorlijke bankrun wereldwijd al geweest. Veel liquiditeit eh, weggehaald bij banken. Ja, waar gaat, dat, waar gaat die liquiditeit naartoe? Nou, natuurlijk ook voor een stukje naar crypto, naar bitcoin in dit geval. We zien ook dat de, van, de dominantie van bitcoin nog steeds uh, aan de hoge kant staat. En afgelopen week uh, was bitcoin gewoon heel even, uh, op momentopname, op uh, ja, 29.400 ongeveer. En waarom is dat hoog? Nou ja, allereerst, uh, zo uit mijn hoofd, wat we vorige week ook behandeld, zo'n 275 dagen zit Bitcoin onder de 25.000 dollar, ja. Een paar keer wel een uh, poging gehad, maar uh, niet gelukt uh, om in ieder geval uh, boven te blijven. Ook niet echt boven te komen hier, die 25.200 uh, om en nabij. Nou, dan twee weken geleden voor de eerste keer een gigantische groene candle. Die zelfs uh, ja, tot zo'n 28.500 dollar gaat aan de bovenkant. Wat weer een belangrijk niveau is na die eerste piek in 2021. Ja. Uiteindelijk de tweede piek neergezet per markt. Herhaling van vorige week. Wel even relevant om te noemen. Ook zagen we twee weken geleden heel veel volume, de grote candle hier, uh, want ja, als we daar even een streepje trekken, kan je ook heel snel zien dat, nou goed, de laatste keer hier was dan, uh, ja, FTX schandaal, de week van uh, 7 november, of de week daarvoor eigenlijk, dit is de sluitingsdatum. Uh, en daarna, um, ja, een aantal grote drops eigenlijk in de bear die we gezien hebben. Maar voor het eerst dat we zoveel volume zagen dat de candle groen was, twee weken geleden. Nou, nu we dat gezegd hebben, uh, is het dus relevant uh, dat bitcoin dus eigenlijk al, wat mij betreft, zo snel naar dat niveau gaat. Dat er dan hier wordt verkocht, winst wordt genomen, dat we een correctie gaan zien. Ja, daar sta ik niet van te kijken. Had bitcoin nog door kunnen stomen naar tijdelijk 30k? Ja, dat had ook gekund. Dus je ziet hoe hard het gaat. Hè? Maar... Wat ik ook al langer roep, is voor als Bitcoin voor het eerst boven dit niveau uit gaat komen... sowieso zit Bitcoin nog steeds op dit punt boven de bull market support bent. Ja, Wat feitelijk betekent, dit is de goede kant van het verhaal... en hieronder is de minder goede kant van het verhaal. Zo simpel is het. In dit geval zit Bitcoin nog steeds aan de goede kant van het verhaal. Uh, deze lijn van die 25.200, ja, uh, het hoeft niet, maar het zou helemaal niet gek zijn... Als hier een, uh, een retest op komt op de weekly, hebben we nog niet gezien. We zien een wekelijkse candle eruit boven. En nu zien we eigenlijk, nou deze candle hier is praktisch gelijk gesloten. En nu zien we wat uh, correctie uh, ontstaan. En een retest op dit niveau zou het bevestigen als zijn een support. Ja, we hebben ook gezien, bijvoorbeeld hier, dat je een candle erboven ziet, ja, boven de support bent in dit geval. Uiteindelijk is hier wel een retest geweest ja, in die tweede week. En de sluiting er weer boven, maar wel ietsje lager ten opzichte van de week daarvoor, kan je hier goed zien. Maar uiteindelijk niet gehouden en weer voor lange tijd eronder gebleven. Dat is altijd, zeker op, uh, op, op marktstructuren, als je kijkt op de weekly waar je nu naar kijkt, dat is meer op macroniveau. Niet zozeer wat gebeurt er per uur of per vier uur of per dag zelfs. Wat gebeurt er per week? Waardoor je een veel beter beeld krijgt van wat zijn de grotere bewegingen in grote lijn. De grotere lijn is nog steeds dat we hier een low hebben en dat we hier een higher low hebben. Ja? En dat we niet hier een, een high hebben en weer een lower high. Nee, we hebben hier een high en we hebben weer een higher high. Dat is dus bullish te noemen. Een stuk betere structuur ten opzichte van de andere, dus. In de video van vandaag behandel ik niet even expliciete altcoins. Ik wil het even bijlaten bij laten de, ja, bij de dominantie van Bitcoin. Ik liet deze chart een week geleden ook even zien. En we zien dat Bitcoin gewoon nog steeds uh, aan ja, de hoge kant zit uh, ten opzichte van, we praten over mei 2021, ja. dus dit, dit is structuur, de structuur van een periode van twee jaar. En op het moment dat deze candles nog steeds groen blijven of de dominantie aan het stijgen is, dat betekent één ding, dat betekent dat altcoins gaan naar beneden. Waarom is dat? Omdat de marktwaarde, de totale marktwaarde, dat is waar je hier naar kijkt. Neem toe voor bitcoin. Dat gaat ten koste van de rest van de, van de cryptocurrencies. Hoe ziet het er dan uit op de beurs? Want uh, wat we ook inmiddels gezien hebben, is dat uh, hoe, hoe graag we ook willen zien in de toekomst... dat bitcoin bijvoorbeeld los staat van, uh, van de beurs. Zodat je het echt kan zien als een andere klasse... Uh, waar je risico kan mitigeren kan in je portefeuille. Dat zien we veel, als, veel nog wel dat, uh, dat op dit moment er in ieder geval veel... Ja, relaties relatie is met de NASDAQ op zijn minste noemen, ja, de tech. En uh, ook hier zien we naar de structuur dat we eigenlijk hè, deze, deze daling aan het afvlakken is. En uh, ja, en je toch al een, een tijdje nu boven die bullmark support bent uh, blijft, want het is eerder niet gelukt uh, voor de NASDAQ. Uh, en um, ja, dus dat hier dat deze weer iets naar beneden gaat, om vervolgens hier weer te baan zijn en langzaam te stijgen, is natuurlijk prima. Hè? Je kan niet verwachten dat er gewoon in één week in één keer een candle uh, van 80% of zo bij komt. Uh, dat kan wel in crypto, dat hebben we natuurlijk al wel eens gezien, dat dat in een, in een weektijdtheorie kan gebeuren. Maar goed, als we kijken naar de structuur van de beurs, dan zien we ook hier dat hier geldt hetzelfde. En zou je eigenlijk kunnen zeggen dat uh, ja, hier nu eigenlijk een stukje sideways uh, actie aan het ontstaan is uh, voor de SP. En feitelijk zou je dat uh, ook, uh, uh, ook wel een beetje zo kunnen zien uh, voor, voor de NASDAQ. Dus dit is eigenlijk die structuur waar ik uh, ook over praat als ik het heb over bitcoin. Wat ik eigenlijk al graag ook wel zou willen zien. Is op het moment dat er uh, ja, die rust en die markten uh, straks terug gaat komen, ja, dan moet je op een gegeven moment die bodem neer gaan zetten. En dat moet, je, dat moet stevig zijn. Voordat pas uh, ja, gewoon die beweging uh, naar boven gaat, uh, gaat ontstaan. En dat geldt uh, natuurlijk voor de Nasdaq uh, ook en dat geldt ook voor crypto. Dat is nog steeds mijn verwachting. Als de eerste helft van 2023, en dat roep ik al maanden. Uh, verwacht ik daar nog niet zoveel van, pas in de tweede helft van het jaar. En dat gaan we natuurlijk zien. Uh, de beweging van Bitcoin, en ik zal de chart er nog even bijpakken. Deze beweging is gewoon fantastisch voor Bitcoin. Ja? Dus de afgelopen, eigenlijk vanaf januari, hè, vanaf uh, de eerste week van januari zien we dat uh, aan uh, ja, die stijging gekomen is. Vanuit die bodem is Bitcoin aan het stijgen. Dus laten we nog even niet gelijk uh, uh, ja, te, te hebben worden om uh, dat niveau hier. Waar we van hebben gezien dat Bitcoin die even aan het. Heeft, eventjes heeft opgezocht. Ja, want dat is natuurlijk echt fantastisch al te noemen. dat hij dit al aangetikt heeft nu al. Hè. Dat, dat, dat laat maar zien hoe, hoe sterk Bitcoin ook kan zijn. en nee, hoe sterk Bitcoin ook straks zal zijn. Ja, dus wat mij betreft. consolideren nog een tijdje. en uiteindelijk gaan we heus wel daardoorheen breken. en gaat Bitcoin daar blijven. En voor nu, ja, een stukje correctie deze week. volgende week zou best kunnen. maar wat een paar weken actie van Bitcoin ook is. Als we maar in ieder geval houden op deze boelmarkt support band. Dat is wat ik graag zou willen zien. Dus in ieder geval boven die 24.000 dollar. en iedere liter komt hij gewoon niet meer onder die 25.200. Krijgt hij hier een bounce op? Helemaal prima. Om uiteindelijk daarna in ieder geval wel de goede kant op af te kaatsen. En zo gewoon uh, ja, af te wachten wat de inflatiecijfers uh, weer gaan zijn in april. Uh, hoe de VS zich uh, daarmee ontwikkelt. Uh, wat de FED en wat de ECB gaan doen. Beleid gaat zijn van. Uh, ja, daarvan en wat de effecten daarvan zijn. We gaan het meemaken. In ieder geval, ik uh, leun nog steeds overwegend. Uh, weer richting bullish uh, voor Bitcoin. Dat is zeker niet veranderd. En uh, Een correctie van 10, 20% uh, verandert daar niks aan. Rustig blijven zitten, vasthouden. En uh, gewoon uitkijken naar uh, goede berichten uh, over de economie. En dan komt dit uh, ook gewoon weer goed. Ik wil je in ieder geval weer bedanken voor het kijken. Als je het een leuke video vond, uh, laat even een duimpje achter. Vergeet je niet uh, om te abonneren. En dan zie ik je gewoon terug in de volgende aflevering. Tot ziens.